Hallo, welkom bij DusGames en Game News. Mijn naam is Quentin en in deze video gaan we verder met aflevering 5 van Spider-Man. In de vorige aflevering hebben we in een soort van museum, veilig-achtige museum van Wilson Fisk, hebben we MJ gered en die mevrouw die daar werkte. En het waren daar een soort van gemaskerde mensen ofzo. Heel raar. En nu moeten we ergens naartoe gaan. Ik weet niet meer waar dat we precies naartoe moesten gaan. Wacht even. Schokkende comeback. Geen idee, we gaan het wel zien. Maar wat ik dus even wil zeggen, als jullie een raar geluid horen. Ik denk niet dat jullie het kunnen horen, maar ik hoor een heel raar geluid. Maar ik had het al de vorige keer ook. Daarom dat niet opnam, maar... Ik dacht van ja, ik ga het toch gewoon opnemen. Het is een beetje minder dus. Maar sorry dus als jullie een raar geluid horen. Ja, sowieso hoor je mijn PlayStation ook nog niet. Ja. Sorry daarvoor. Oh, een rugzak. Als het een lange missie is, gaan we één missie maar doen, denk ik. Omdat ik ook de vorige keer in twee afleveringen, ook al waren het korte afleveringen, maar... Ja, we moeten ten eerste redelijk ver gaan en ik ga ondertussen een paar collectibles oprapen. En achter de missie wil ik graag nog zo'n, hoe noemt dat? Zo'n ding hier, Fisk schuilplaats, zo weet je doen. Oké, hier is er nog één dat we nog niet aan gedaan. Dus dat zou ik ook nog wel doen. Maar we gaan het wel zien. Het kan ook zijn dat we nog een missie doen, dus ja. Oké. En voor de kijkers van Game News, ben nu aan het werken. Oh ja, ik ben nog niet bezig ermee, maar ik ben aan het werken aan serie reviews. Van waarmee dat ik eigenlijk series ga reviewen en theorieën ga bespreken en zo. Thomas heeft tot nu toe nog niks opgenomen of zo, maar ja, ik weet niet of dat hij dat nog ooit gaat doen, maar we gaan het wel zien. Oké, die rugzak is hier ergens, toch? Ik zie het niet echt of ik hoor het niet door die auto. Oké, nu is die auto weg dus. Oh. Is dat dat? Oh, ja dat is dat. Oké. Maar ja, ik heb dus nog niet, ik weet nog niet echt hoe dat ik het ga doen. Want meestal in serie reviews moet ik ook video's van in die serie dus eigenlijk doen, maar ja, ik weet eigenlijk echt totaal niet hoe ik dat ga doen, dus ik ga dan nog even moeten opzoeken hoe dat allemaal gaat. Want ik heb nu de computer van mijn ouders voorlopig, dus ja, daarmee ga ik misschien kunnen doen. En de series dat ik zou willen doen is eerst Lucifer dus. Dat vind ik echt zo chill dat ik weer opnieuw begon met kijken. The Walking Dead, The Flash, The Arrow. Eigenlijk van alles, ja, ik weet niet. En films weet ik niet echt of dat ik ga doen. Omdat, ik weet niet, bij films, ik weet niet. Well, Harry Potter misschien en zo. En ja, de dingen waar dat er hele reeksen van zijn misschien. Maar ik denk dat ik vooral ga focussen op de Netflix serie. En ja, laat dat ook zien. I understand we have another low information caller who thinks we're better off thanks to Spider-Man. Let's see if I can set her straight. You're on with J. Jonah Jameson. I just want to say that I've never seen Manhattan so safe and peaceful. Compare what it was like when Spider-Man first showed up to now. Could Kafka's watch stop you search for us? Then we had police and firefighters doing a wonderful job. There was crime, sure, but nothing they couldn't handle. Of course, we do have things now we didn't have then. Maniacs who shoot electricity out of their eyes. Walking piles of sand. Nazis made of beans! Didn't Spider-Man put all those guys in jail? You're missing the point! They didn't exist before he came along. At best, he attracts them. But I've often wondered if they're in cahoots. Well, I've never actually heard anyone say cahoots before. Look, all I'm saying is, I hate to imagine what would have happened if all those guys showed up and Spider-Man wasn't here. Another lost cause. Got bomb. Okay. Interessant. Okay. Hey,
die, Herman. Seriously? Give it up! You're never gonna catch me! That's what you said last time. I don't wanna hurt you! You'll just slow me down! Wow, that's considerate. Wild. Karen and me did the whole beach anchor, man. What's the money for, Herman? Why do you care? Actually, Shocker. I don't. Just trying to make the right conversation. I'm done talking! But this could be so much more rewarding if we connected on an emotional level. Wait, I forgot. You don't have emotions. Beina? Come on, Herman. Yeah, okay, nice, Karen. Okay. Now let's talk. Noted. Gelukkig dat ik ook kan vliegen, man. Honestly, Herman, why are you robbing again? You know the police are watching your every move. I mean, we all know you're kind of gelukkig dumb, dat ik nog drukken de vorige keer heb ontdokt. You must be desperate, which means you're not just stealing for yourself. You must be working with someone, or for someone. You can tell me who it is now, or make me punch it out of you later. Your choice. Move! Wow, yo. Okay, die zag ik even gaan. Maar Spider-Man wel natuurlijk. Wow, yo. Kerel, man, doe normaal. Zero personality, but your suit is awesome. Can we talk design details? Maybe later. Okay. Good work, Spider-Man. Did you learn anything about his motive? I tried, but he's not very talkative. Plus, I think he hates me. You have that effect on a lot of people. But you love me, right, Yuri? I tolerate you. Wow. That might be the nicest thing you've ever said to me. Looks like I got some free time. Maybe now's a good time to look into that mask. Oh, it's MJ. Hey, MJ. You're up late. Just catching up on the news. Looks like you had quite an adventure with Shocker tonight. Yeah, he was unusually combative. Anyway, thanks again for dinner. What do I owe you? How about a favor? You still have that mask from the gallery? Yeah. I'm actually on my way to the Feast Center now to ask Martin Lee about it. Martin Lee? Why? He has a degree in art history. If anyone knows about the origins of that mask, he will. Just keep me in the loop. Like I said, I think there's a bigger story here, and I plan to be the one to break it. Sure. So I can call you, like, whenever? Yeah, whenever, whatever. Okay. Oh, we hebben een nieuw outfit. Oké, deze kunnen we maken, maar die vind ik zo cool. Ik wil ik sparen voor die. So I guess we're talking again. Oh ja, wacht, vaardigheden. Zo, nog waar. We hebben er twee, dus we kunnen... Wacht, hier hebben we er twee voor nodig. Oh, ja, wat doen die? Oh, wacht, wat is dit? Ah, oké, okay, we konden altijd al doen. Het is wel vergroten, dus. We hebben al dit. Cool. Oké, okay. Wow. Almost morning. Mr. Lee will be here soon. I could use a snack. Oké. Okay.
gonna stop seeing him. Mr. Lee's usually in his office now. Bu hıra, ikisi de aradı Trump. Yok. Okay. Peter. What can I do for you? I'm sorry to bother you, Mr. Lee. I have a friend, Mary Jane. She's a reporter. She's doing a story on art imports, and she found this piece. She wanted an expert opinion on it, and I know you have a degree. And this might be the first time I actually get to use it. Let's see what you have. Interesting. Where did she find it? I'm really not sure. Well, what is it? A replica of an antique Chinese opera mask. Seen one in years. This symbol here roughly translates to demon. My father read me ghost stories with that mask and symbol in them when I was young. Scared the hell out of me. Peter, listen. That mask, it's... it could be connected to dangerous people. Mary Jane might want to find a different story. Do you think she's in trouble? Why take the risk? Okay, go. It doesn't have to school. Back to that, eh? Ah, okay. Hey. The symbol inside the mask means demon. It really spooked Mr. Lee. Never seen him like that. He even said you should drop the story. Fat chance. Do you think Mr. Lee knows more than he's letting on? No, I think he just had a weird flashback or something. I know his childhood was pretty traumatic. Yeah, it makes sense. Demons, huh? Catchy name. Okay, gotta get writing. See you soon. Well, that went about as well as I could have hoped. You guys holding up all right? This moron thinks I'm going to move in with my daughter. Hey, that'd be great. She hasn't asked, but she's not coming. I'm not going anywhere. You don't know that. Nobody does. Well, I'm not going anywhere. That's a promise. Hey, kid. Yeah, I look hot enough to ask the show. Okay. Well. Okay, als ik nu nog een missie heb, dan ga ik even nog zo'n Kingpin-ding doen, denk ik. Maar ik weet het niet, want ik heb like zo'n gevoel dat het nu een beide grote missie gaat zijn en dat ik zware karma ga krijgen. Ik wil mijn video's niet echt langer maken dan 13 minuten. Okay. Got some time to kill before Doc needs me at the lab. Let's do a little Spidey workout in the city. Level 7, nice. We gaan gewoon even freeroom doen en we gaan... Wacht, Waar hier naartoe? Oké, maar wat ik dus aan het zeggen was over die Netflix-series. Ik weet niet wanneer ik dat precies ga doen, maar ik ga er dan ja, achter deze video misschien aan beginnen. Is dat geen geheime foto? Empire State University, the old alma mater. And holder of Matthew. Even is die kruim daar. Something dangerous. Oh, it's just a story Mary Jane's investigating.
Don't worry. I'll make sure she's careful. Please tell me you two are back together. We're talking again. Baby steps. I hope I didn't upset Mr. Lee. He's just concerned. I was actually touched by how concerned. I knew he liked you. He admires how dedicated you are to helping others. I think you remind him of himself when he was younger. Both orphans. Wow, we're after the under outfit we're on. Vind ik lekker chillier. Oké, en ik zie hier ook dat we nieuwe dingen hebben. Gadgets. Oké. Wat is dat toch? Oh, wat kunnen we nu dan doen? Achter dat ding. Pakken we gewoon even dit. Random, ik weet niet wat dat is. Nou ja. Oké. Both so smart. Well, the admiration is mutual. You've got a good boss, man. Oké, nice. Actie. Oké. Wow. Leg het dan mee of is het verder nog kleur? Hallo? Wow. It's Dr. Octavius. Oh hey, what's up? Lance Corporal Texidor is here for a fitting. I totally forgot. I didn't forget. I just... I'll be there soon. That's just rude. Yeah. Okay, why are you? I'm not going to. Okay. Now we did talk hard. And now can we the gadgets upgrade? So. Oh, what was that? Dus naar daar gaan. Nou weet je wel, we gaan gewoon die kingpin dingen doen. I'm on my way for the fitting now. Be there soon. His tardiness is starting to become a pattern. Come on, Parker. You're better than this. That's right. Why did I lose track of time? Oké. Wat, dus wat ik ook zei in de vorige aflevering, omdat... Twee afleveringen hiervoor heb ik een deel niet kunnen opnemen en dat was dus zo'n kingpin dinges en dat was deel van de story. Oh, we gaan ondertussen dit even doen en ik ga dan die kingpin doen. Dan ga ik even kijken, want ik denk nog niet dat we echt zo lang bezig zijn. Man. Okay. Assault, I better step in. Spider-Man. Try hitting me. Spoiler, I hit back. Wow. Wat ik vind wel, het is niet, het is een beetje te makkelijk. Ik ga het even hier. Dat is moeilijk. Oh what? It's not fun getting beat up? Okay. We'll sit with that for a while. Even het vleun naar dat er dan. Yuri, this construction site's about as legit as the watches they sell in Times Square. I don't have evidence for a warrant. You go in, you're on your own. What else is new? Okay, we doen even gewoon dit. Okay, dus eigenlijk waar dat op aankomt, we moeten hier... Op hen zoveel mogelijk steel doen. Ja, sorry, Thomas was aan het party. Moet dus op hen zoveel mogelijk steel doen. En dan komen er meer wijven en moeten we eigenlijk allemaal, ja, ze allemaal, golven, moeten we ze allemaal completen. En we hebben normaal gezien ook een soort van bonus dinges dat we kunnen doen, waarmee dat we dus meer totals verdienen. Wacht, hè. Die perfecte ontwijking
Verslaat 3 sleupsutters en steelt. Oh, ik zie er maar één. Ah ja, nee, wacht. Zo chillen gewoon, om ze allemaal zo lekker in een webje te wippen en zo. Dan gaan we hier nog. Oké. Okay. En nu is golf 2 dus, oké. Okay. En nu zien ze ons dus automatisch, dus. Ja, oké, okay, dat is jammer. Keep them on the ground. Dus perfecte ontwijking. Dus. Ja, dat was helemaal geen ontwijking. Oké, okay, mijn PlayStation moet even afkoelen, ik ben direct terug. Ja, ik heb een klein probleempje. En dat is, ja, mijn PlayStation is oververhit. Dus ik hoop dat ik nog aan het opnemen ben. Ja, hoe dan ook, we gaan heel veel verder, maar ik ga hier direct achteraf sluiten. Oké, okay, we hebben één van de 10. Gewoon zorgen. Oké, okay, kom, vecht dan gewoon. Dat is het nog één. Oké. Sorry dus, maar ja, ik ga dat straks even PlayStation moet dan afkomen. Hoe dan? Oh, ik ga dat. Don't worry, I got plenty of face kicks left. Ik kreeg heel snel dus zo'n melding. Oké, ik moet echt doordoen. Als ik nu nog één keer die melding krijg, ga ik gewoon ja, stop maar opnemen en ga ik gewoon de volgende keer verder doen dan de volgende aflevering. Really? More guys? I don't have this many friends. Records and that site's been getting deliveries from cartel front companies. They're moving drugs, huh? Not for long. What the hell was that? Take cover! He's mine! Get lost the whole night. Guys, this isn't here! You could have just bailed! Perfect. Wow.
nice, nice. Okay. Why your F is zwaar skills? Why yo? Ik heb het op een moeilijker niveau gezet, ik ben beter te vechten. Why yo? Ja, laat maar. Goed. My special attack. Nice. Okay. Okay. We hebben het gehaald, maar ik ga nu heel veel afsluiten. Okay, wacht. Yuri, I got a bunch of incapacitated criminals and designer narcotics all wrapped up and waiting for you. Great. I'll just consider this an anonymous tip. Alles is bedankt voor het kijken. Ah ja, sorry dat ik. Zo vlug heb ik moeten eindigen, maar ja, tot volgende keer. Later.